Nou, die verliep eigenlijk heel goed. Tot, wat zal het geweest zijn, rondje 20 voor het eind, dat hij dus een lekker band kreeg. Kijk, en dan wordt het wel penibel. We zaten van begin af aan op de kop. Maar ja, je moet dan binnen 7 ronden moet je terugzitten. En wel op snelheid. En we zaten natuurlijk nog met Kors en Vak in de winnende positie of 2. Dat was eigenlijk bij elkaar. Dus dat was nog even afwachten, ja. Uiteindelijk die titel gepakt. Hadden jullie dat van tevoren verwacht? Nou, Jori Havik is natuurlijk al een aardige naam geworden in het zesdagen wereldje. Dus kanshebber was hij zeker. Zo waren er eigenlijk, voor mijn gevoel, van tevoren 3. Dus Kors, Boskamp en Havik. Wat eigenlijk dus dan de favorieten zouden moeten zijn. Naast dat het een aardig naam is in het zesdaagse circuit, is het ook uw kleinzoon. Hoe is dat? Nou, dat is niet altijd even makkelijk hoor. Want kijk, op een gegeven moment is het natuurlijk toch, je rijdt tot het uiterste. En als ze dan ho roepen, dan ben je toch tegenover een vreemdeling. Ben je wat minder voorzichtig als het je eigen zoon of je eigen kleinzoon is. Dus u bent eigenlijk, tegen familielid ben je wat harder. Dan denk je van, hup, doorknallen. Nou, nee, andersom. Ik heb het een vreemde, tenminste bij mij, heb ik van, nou, het kennen we wel even. En bij, want ik heb natuurlijk ook met mijn zoon gereden, Dennis dan. Ja, dan ben je toch genegen om, want dat doet pijn op dat moment. Dan denk je als vader zijnde of als opa zijnde van, oh, even kalmer aan. Maar dat kon in dit geval, want de meesten die zaten dus eigenlijk al op flinke achterstand. Ik hoefde eigenlijk alleen natuurlijk vak met Kors in de gaten te houden. U vindt het leuk, neem ik aan, om met uw kleinzoon te rijden? Ja, uiteraard is het leuk. Het kost wel een jaar van je leven, want het is toch wel heel veel spanning. Kijk, en ik rijd in de 6 dagen natuurlijk, 6 dagen van Rotterdam straks. En hier ook in Amsterdam heb ik ook verschillende keren met hem gereden. En ik heb wel in het verleden ook wel eens een keer een kampioenschap van Nederland met hem gereden. Ja, dat is een beetje erin gegroeid. Als hij trainen moet, dan is het ook hierheen met opa trainen. U bent zelf ook een grote naam in het wereldtitels behaald. Wat kan hij nog van u leren? Dat zijn toch allemaal kleine dingetjes natuurlijk. Wat hij leren kan, dat is op een gegeven moment geduld hebben. Kijk, je kan op een gegeven moment een wedstrijd ook in de laatste 4 ronden winnen. En dat zijn natuurlijk nog jonge honden. En die denken wel eens dat het gelijk in de eerste 10 ronden beslist wordt. En je hebt het ook met deze koers gezien. In het begin heb ik zelf al meegedaan hoor, omdat ik weet dat hij dat kan. Maar in de eerste kwartier worden er ik weet niet hoeveel op rondes gereden. Kijk. Dus hij blaast zelf af en toe een beetje op te vroeg. Dat zou dus wel kunnen. Kijk, je moet zorgen dat je dus van voren komt. En daarna moet je dus eigenlijk een beetje een tempo gaan rijden. Ja, wat je aan kan. En dat is aan mij om aan te voelen wat hij aan kan. Ik was hier vanochtend om 11 uur en ik zeg heel eerlijk, ik ben niet heel veel van de sport af, maar dan zit ik jullie een beetje zo te observeren. Maar dan zeggen jullie zo weinig tegen elkaar. Is dat normaal? Nou, er zitten er heel veel lekker te babbelen met elkaar. Maar als je mij toevallig gezien hebt, kan het kloppen. Ik hou niet van die drukte om mij van tevoren. Maar jullie hebben wel van tevoren met elkaar gepraat om een strategie te bepalen? Natuurlijk, nadat ik de loting had en nadat ik had gezien van wie er voor ons stonden en gezien wie er achter ons stonden. Toen heb ik dus tegen hem gezegd van nou, we gaan het zo en zo doen. Tot slot, u heeft in Stadion Scherenwoude wel 50.000 man op de tribune zit. Dat is een beetje veranderd. Doet dat u wat? Ja, dat doet mij zeker wel. Kijk, ik heb uiteraard zelf nog op stadion gereden. En toen zat er geen 50.000 man meer, maar toen zat er nog wel duizenden. En dan is het triest dat je dus dan hier eigenlijk voor 100, 200 man rijdt. Is het een uitstervende sport? Nou, nee, dat geloof ik niet, want het is een onderdeel van de 6 dagen. En de 6 dagen, dat blijft ook wel bestaan. Dus dat met die Dennis, dat blijft rustig op de baan wel bestaan. En in de zomer zijn er ook heel vaak nog wegwedstrijdjes, criteriums dus, waar dan ook achter die Dennis gereden wordt. Dus die discipline blijft wel bestaan. Laatste vraag. Hoe lang blijft is een gangmaker houdbaar? Houdbaar. Nou, je moet natuurlijk wel gezond wezen, is punt 1. En je moet nog wel een beetje fit van leden zijn. Want je moet natuurlijk dat ding aanhouden, je moet erop springen.
zolang dat allemaal goed is, dan, ja, dan kan je tot je 70ste rijden. En ik ben nu 68, dus nog 1 jaartje waarschijnlijk.